Vrij schop Antwerp in de beginfase van de wedstrijd. We spelen een goede 4 minuten en Patrick Goot staat achter de bal. Er is veel volk van rood en wit mee in het strafschopgebied. Komt de bal, Moussa en de goal! Omar Moussa, wat een start van Antwerp. Daar is hij, de Burundees. Kandidaat geweest voor de Gouden Stut. Maar hij maakt het eerste doelpunt van Antwerp in 2003. Scherp aangesneden vrije trap was het van Patrick Goots. En de perfecte knik van Moussa, alhoewel die niet geweldig gedekt werd daar door de Gentse verdediging. In elk geval Antwerp leidt vroeg in de wedstrijd met 1-0. En voor Moussa is het het 6e doelpunt van het seizoen. Peters. Machete. Tikje Hemte tot bij de dekker. Bal voor de pot nu. Kaklamanos het hoogst. Kraus moet zich draaien. Kan Machete eraan? Machete kan eraan en daar is de gelijkmaker voor AA Gent. Na goed 16 minuten staat het 1-1. Kaklamanos het hoogst. En dan nog niet goed ingegrepen. En Machete die hem er kon inleggen. Tweede goal voor de Keniaan. 1-1. Leleu. Goots. Komt vaak van de linkerkant en dan naar binnen. En dan schieten. Daar is het schot van Goots. Goeie bal. Rakelings voorbij de verste paal. En Herpoel geeft een uitbrander aan zijn verdedigers. Want dat weten ze natuurlijk dat Patrick Goots van op die afstand wel eens durft te schieten. En heel goed kan schieten. Meteen na de gelijkmaker van AA Gent was het. Champara. Sergeant. Moet terug. Yatara. Nog maar eens het duel met Faye. Yatara laag naar de korthoek. Geen probleem voor Frederik Herpoel. Precies op het half uur. De wedstrijd is een beetje stilgevallen. En het is opnieuw zoeken. Sinds de gelijkmaker van AA Gent. Goeie bal van Sergeant voor Yatara. Goots voor doel. Daar moet de bal komen. Goots ineens met links. Gaat erover. Plots een versnelling van Antwerp. Uitstekende actie na de paas van Sergeant. Yatara snel. Hij moest nu een keer niet echt voorbij vangen. Hij was er voorbij. En dan Goots ineens over het doel van Herpoel. Goeie actie van Antwerp. Kaklamanos krijgt weinig ruimte. Schepens geen buitenspel gesignaleerd. Kraus. Machete. Buitenom. Goeie tackle van Stefan Leleu. Eerste hoekschop voor AA Gent. Hier komt de hoekschop met Gunter Schepens. Pinksterbal blijft hangen. Fijs moet er naartoe en hij gaat erin. Bal blijft daar liggen op de doellijn ongeveer. Of er net voor. En het is David van Hooijwegen die gescoord heeft. Komt geregeld mee naar voren bij stilstaande fases. En AA Gent staat 1-2 voor na 35 minuten. Beetje verrassend, want Antwerp was net weer wat beter in de wedstrijd aan het komen. Bal die daar bleef hangen. Niet helemaal weg via Fijs. En dan simpel binnengetikt door David van Hooijwegen. 1-2. Yatara. Champara, veel ruimte op links. Dane. Goots. Klassieke beweging naar binnen komen. Schot met rechts. Goots op de lat. Hij doet het telkens weer op dezelfde manier. Even kappen naar zijn rechter. Goed geplaatst schot. En Herpoel was geklopt. Bijna de gelijkmaker. Anderhalve minuut na de 1-2. Zit het dicht tegen de rust. Antwerp mag het nog eens proberen met een vrij schop. Patrick Goots opnieuw achter de bal. Te laag voor doel. Blijft daar hangen. Yatara. Yatara tweede keer. Weggekopt door Chippy. Het is nog niet gedaan. Kaklamanos weg. Geweldige scrum daar voor doel. Nog niet gedaan. Yatara. Mamma mia. Even opwinding nog. Zo dicht tegen de rust aan. Bal die bleef hangen in het gebied voor Herpoel. Maar er kwam nooit echt een definitieve poging. Vol overtuiging. En zo gaan we rusten bij 1-2 voor AA Gent. Van je. Wong geeft hem zomaar weg aan Schepens. Via Peters en Van Hooijwegen tot bij Faye. Strak voor Machete. Goeie voorzet met rechts. Daar is een kopbal en de goal. Van Kraus. Nasreddin Kraus.
1-2 was het bij de rust. 1-3 is het meteen daarna. En Agent neemt nu al een optie op de 3 punten. Uitstekende voorzet van John Machete. En Kraus komt opgedoken in het kleine doelgebied voor Fijs. En maakt zijn 5e doelpunt van het seizoen. Gent 1-3 voor en kan in een zetel de rest van de tweede helft spelen. Emte. Gent doet het prima. Schepers heeft hem mee voor Faye. Hakje Schepers naar de korte hoek. Prima actie. Fijs ligt goed in die hoek. Evens. Kubik mee. Ja, neem jij hem of neem ik hem? Zal ik het toch maar doen, zegt Evens. Klaargelegd door Faye. Nu Goots ineens. Plaatsbal en de hand van Herpoel. Duurde net iets te lang. Goossens wilde die ineens nemen, maar die werd niet perfect klaargelegd. Toch nog een goede plaatsbal. Herpoel met het handje. Rumoer op de tribunes. Passen Goots nu met de grote kans. Goots, komt het schot er. Hij schiet hem op de voet van Herpoel. Kans die uit de lucht valt, terwijl het erg rumoerig was op de tribunes. Ontevredenheid en ongeduld stijgt. Bal die door Chippy doorgelaten werd. En Goots moet met dit soort dingen beter doen. Gunter Schepers gaat naar de kant na een uur spel. Zijn eerste uur sinds 5 mei vorig jaar. Terug naar de ingewikkelde kraakbeenoperatie aan de knie. En de nieuwe man is Steven Ribus. Debutant bij AA Gent. Hij komt van KV Mechelen. Gent doet dat goed. De ploeg die aan vertrouwen heeft gewonnen door het slot van de eerste ronde. Ze lijken er een vervolg aan te breien bij het begin van de terugronde. Ribus. Voorzet, daar is Kaklamanos. Bijna de 1-4 en dan konden de boeken helemaal dicht. De reactie was er van Yves Fijs. Spelen 20 minuten. Natara. Met zijn goede vriend Faye. Moussa Goots met links. Gaat er een meter naast. Dat was nog eens een kansje voor Antwerp. Op een kwartier van het einde. Het lijkt er niet echt in te zitten. Het geloof, het vuur is er niet. Evens. Lange bal, maar die komen toch zo zelden aan. Die lange afstandsraketten. Daar moet al een ingenieus Amerikaans systeem op zitten. Willen ze aankomen? Ribus voor Agent. Kapt. Goed schot met rechts. Wat een schitterende goal. Steven Ribus. En nu is het helemaal gedaan. Op 11 minuten van het einde. Wat een debuut voor de ex-KV Mechelen speler. Schitterend uitgekapt. En dan met zijn mindere rechtervoet. Precies in de bovenhoek. Hele mooie goal. 1-4. Het wordt een bittere pil voor Antwerp. Adjaoud. Dat is de laatste paas in de wedstrijd. Einde van de wedstrijd. Geen revanche voor Henk Houwaard. Als trainer van Gent. Al na 4 maanden aan de dijk gezet enkele jaren geleden. Antwerp begon uitstekend. Maar werd heel simpel weggezet door AA Gent. Dat zijn goede reeks voortzet. 1-4. De cijfers spreken voor zich. Gunter Schepers, AA Gent wint met 1-4. Dat is een prettige manier voor jou om terug te keren na zo lang blessureleed. Ja, beter kan men niet terugkeren natuurlijk. Een ploeg die toch vrij goed draait. Dus het is niet evident dat je op Antwerp komt binnen. Zeker niet met 1-4. En als je dan na 4 minuten naar achter komt, dan wordt het nog moeilijker. Maar we hebben het als ploeg schitterend omgedraaid. Hoe was het voor jezelf om na al die tijd terug op het veld te staan? Plezierig. Zonder twijfel. Natuurlijk, perfect was het nog niet. Maar ik heb een uur goed volgemaakt. En dat was het belangrijkste voor mij. Dus, en daarna schitterend vervangen door Steven Ribus.